welkom bij deze nieuwe video. De ene laatste video van 2021. Jongens, we sluiten af met de December Goodie Box en deze heftige make-up look. Deze look die ik nou op heb, komt aanstaande vrijdag online. Maar we gaan het vandaag weer hebben over Goodie Box. De laatste Goodie Box unboxing van 2021. Ik ben er weer heel enthousiast over, want... spoiler alert, het is een leuke box. Voor de mensen die een Goodie Box niet kennen, een Goodie Box is een maandelijks beauty abonnement waarbij je elke maand een box krijgt met 5 tot 7 beauty producten ter waarde van minimaal 80 euro voor 25 euro in de maand. En elke maand een boxicum en dan gaan we ook gewoon gelijk aanbrengen wat we kunnen aanbrengen. En dan gewoon met z'n allen kijken wat we van de box vinden. Ik ben er altijd super enthousiast over. Als je al bent geabonneerd en de box hebt, kun je samen met mij unboxen. En als je graag zou willen abonneren, er staat in de beschrijving beneden een link. Je kunt dan gewoon makkelijk abonneren op de box. 25 euro in de maand. En wat heel fijn is, het is maandelijks opzegbaar. Dus als je het toch niks vindt of je wilt gewoon even een break, dan is het gewoon weer makkelijk op te zeggen. Ik vind het super leuke boxen. Elke maand heb ik weer een cadeautje met allemaal producten die ik misschien zelf niet 1, 2, 3 zou halen. En dan vind ik het gewoon leuk om het allemaal te proberen. En door deze boxen heb ik echt al heel vaak producten ontdekt die ik echt geweldig vond en gewoon opnieuw heb gekocht. Dus ja, ik ben er gewoon altijd heel enthousiast over. Als er iets in zit wat je niet wilt, je kunt dan ook altijd iemand anders er blij mee maken. Nou jongens, laten we het gewoon gaan doen. Vind je de video nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze unboxing. Oké, voordat we beginnen zal ik even snel vertellen welke lipcombo ik op heb. Close Up Lippot loodje van Nabla in de kleur hashtag Nude 5. En deze lipgloss van Elf Cosmetics. In de kleur Bubbles, Bals, Bulls of zoiets. Oké, jongens, dit is dan hoe de December box eruit ziet. Zo heel mooi donkergroen. Ik vind het wel jammer dat ze de box niet iets heftiger hebben gemaakt. Want het is wel december, de feestmaand. Dus misschien glitters, goud, rood of zo. Ik vind het een beetje saai voor zo'n heftige maand. Maar ja, whatever. Het is gewoon wat het is. Ik heb hem al opengemaakt, dus hij is een beetje crappy. Maar dit is dan wat erin zit. Normaal zit er ook een boekje in waar alles in staat over de producten, de prijzen, tags, etc. Dit keer moet je gewoon de QR scannen en dan online vinden. Ik heb het al vaker gezegd, maar ik vind dat niet fijn. Ik wil altijd gewoon een boekje. Maar ja, whatever. We gaan gewoon de QR scannen. Tegenwoordig is alles QR. QR, QR, QR. Het komt me echt gewoon de strot uit. Oké, ik heb de QR-code gescand. En dan kom je gewoon bij de website. En hier staat informatie over alle producten. Ik zie ook dat we wat make-up hebben. En laten we daar dan ook gewoon gelijk mee beginnen. Van Benefit heb ik de Mini Roller Lash Curling & Lifting Mascara. Winkelwaarde 28 euro voor 8,5 gram. Wij ontvangen 4 gram ter waarde van 15 euro. Dit is dus de mini versie van de Benefit Roller Lash Mascara. En dit is echt een favoriete mascara van een heleboel mensen. Inclusief mezelf. Als je houdt van lengte vooral, dan ga je hem echt heel fijn vinden. Dit is dan hoe hij eruit ziet. Hij is echt fantastisch. Zo'n mini versie is ook heel fijn voor in je tas, op reis, om mee te nemen. Ik persoonlijk vind het altijd wel fijn om wat mini versies te hebben van make-up. Voor als ik een keer niet thuis slaap en gewoon ja niet mijn make-up bag helemaal wil volmaken met grote producten. En ik had geen mini mascara's meer. Dus ik ben hier echt heel blij mee. Hij geeft echt veel volume. Zelfs mijn mini wimpertjes werkt hij gewoon goed op. Dus jullie gaan hier echt heel blij mee zijn. Het volgende product is iets wat mij heel enthousiast maakt. Want ik ken dit product al. Van eCooking heb ik de Peel Mask. Winkelwaarde 39 euro. En we krijgen de full size. Jongens, als je mij echt al lang volgt, dan heb je deze echt wel eens een keer voorbij zien komen in mijn video's. Ik heb zo'n pot helemaal opgemaakt. Deze peeling mask is amazing. Je brengt hem 1 à 2 keer per week op en je houdt hem slechts 5 minuten op de huid. Misschien iets minder, want hij is echt heel heftig. Je huid wordt ook echt helemaal rood. Ik zou ook niet adviseren om gelijk naar buiten te gaan in de zon of whatever. Ik bracht hem echt aan in de avond als ik wist van ik ga niet meer weg. En het is een peel masker dat je huid een prachtige glans geeft. Je krijgt helemaal zo'n mooie gloed over je huid. Je hoeft hem echt maar een aantal minuutjes op te doen. En jongens, vooral als je een hele doffe, droge huid hebt als dat ik heb, je gaat hem zo fijn vinden. Ik ben hier zo blij mee. Ik ben echt altijd veel te enthousiast in mijn video's. Ik ga hem jullie ook laten zien. Ik vind hem echt geweldig. eCooking is echt een van mijn fave skincare merken. Te koop bij Easy Paris. En ik vind persoonlijk ook dat er helemaal niet genoeg over wordt gepraat. Het is helemaal niet een heel overal super bekend merk. Maar ik vind hem echt fantastisch. En het bevat ook altijd heel veel biologische ingrediënten. Dus jongens, ik zou het zeker proberen. Oké, jongens, ik sta in mijn badkamer. Ik heb mijn hele make-up eraf gehaald. Want ik ga deze masker opdoen voor jullie. Dit is mijn huid gewoon zonder make-up. Ik heb er ook helemaal niks meer op gedaan. Geen crème. Het is gewoon echt mijn doffe, droge huid. Zoals je kunt zien. Geen enkele glans, niks. Oké, laat ik even
mijn haar goed vastdoen naar achteren. Ik ga ook deze kwast gebruiken. Die zit ook in de box. Die gaan jullie zo meteen zien. Dit is hoe het eruit ziet. Zo wittig. En jongens, het gaat echt branden. Je huid gaat branden. Het wordt rood. En dat is gewoon volkomen normaal. Je brengt gewoon zo een dun laagje aan. Deze kwast is zo handig. Je kunt helemaal zo om je neus gaan. Oh, ook heel handig voor zo hier zo. Dit is echt de ideale kwast voor gezichtsmaskers. Ik voel hem al gewoon nu al branden. Dit gaat echt heel snel. Oké, jongens, het masker zit nou over mijn hele gezicht. Nou ga ik hem 5 minuten oplaten en dan haal ik hem er echt gelijk vanaf. Few moments later. Oké, daar ben ik weer. We zijn 5 minuten verder. Dit is nou hoe mijn gezicht eruit ziet. Ik ga het er gewoon afhalen met deze pad en wat water. Oké, en dit is dan hoe mijn gezicht eruit ziet. Vandaag is het niet echt heel rood geworden. Af en toe werd het echt een stuk roder dan dit. Maar het verschilt ook per keer. En ik denk ook dat mijn huid nou onderhand wel een beetje gewend is. Maar hoe gevoeliger je huid is, hoe roder het wordt. Mijn huid voelt nou echt lekker strak aan. I love it. Ook zie ik echt duidelijk dat er iets meer glans is. Het is niet meer zo dof. Echt fantastisch. Ik ben er heel enthousiast over. Next up is een haarproduct. Van Gold Professional heb ik de 10-in-1 spray. Winkelwaarde €27 voor 150 ml. Wij ontvangen 75 ml ter waarde van €20. Oké, wat is dit? Ik heb geen idee. Laat me even lezen. Oké, dit is een 10-in-1 haarmist met arganolie, zonnebloemextract, omega 6, vetzuren, vitamine A, E en nog veel meer. Je moet dit op nat haar sprayen. En dan doet het gewoon basically alles. Het is anti-klit, het geeft shine, anti-pluis, droge puntjes. Het is gewoon letterlijk een 10-in-1, 10-in-1. Dus gewoon heel veel producten in één. Ik ben heel benieuwd hiernaar. Er staat dat je het ook kunt gebruiken op droog haar. Spray het dan op je hand. Nou, dat doe ik. Oké. Wrijf het warm. Dat doe ik. En dan gewoon een beetje zo aanbrengen in je haar. Het ruikt ook echt lekker. Oké, dit is wel handig, denk ik. Dan hoef je niet allemaal 100 producten te gebruiken voor je haar. Ik weet niet nou of dit echt iets doet. Ik denk dat ik dit echt vaker moet gebruiken om echt te weten wat dit doet. Heel mijn haar hangt hier vast in mijn oorbellen. Het ruikt wel echt heerlijk. I love it. Oké, ik zie niet echt per se nu echt as we speak dat het iets doet voor mijn haar. Maar ja, ik ga hem gewoon bewaren en dan gewoon zo nu en dan proberen. Als iemand dit product al kent, laat ons weten wat je ervan vindt. Want ik vind het wel echt een heel uniek product. Het is niet krulvriendelijk, by the way. Dus als je houdt aan de CG-methode, dan moet je hem vooral niet gebruiken. Volgende is een kwast. Van Nire Beauty heb ik de Nire 405 Face Mask Brush. Winkelwaarde €20. Dit is een gezichtsmasker kwast. Maakt me altijd heel blij. Kijk hoe apart dit eruit ziet. Dit lijkt mij wel echt ideaal om zo om je neus te gaan. Kijk dit. Het past zo precies om je neus. Ik gebruik echt letterlijk 3 keer, 4 keer per week een gezichtsmasker. Dus hier ben ik wel blij mee. I love it. Deze ga ik zeker proberen. Ik denk dat ik die ga proberen met deze gezichtspeel mask gelijk. Ik vind het wel handig dat je zo beide producten krijgt. Je kunt ze dan zo gelijk allebei proberen. De kwast voelt wel een beetje hard aan. Maar ja, dat moet ook wel als je met gezichtsmaskers werkt. Dus ja, dit vind ik op zich wel fijn. Ik ga hem zo proberen. En dan last but not least weer make-up. Van Face Zero Makeup heb ik de Metal Full Eyeshadow Duo. Winkelwaarde is €18. Dit is dus een klein oogschaduwtje met 2 kleuren erin. Het is gewoon de full size. Dus zo groot is hij gewoon ook echt. En er zitten dus 2 van die kleuren in. Wel 2 glanzende kleuren. Kijk hoe mooi dit eruit ziet. De kleuren zien er heel mooi uit. Ik had liever 1 matte en 1 glanzende kleur gewild. Want dan had je er gewoon oprecht een hele ooglook mee kunnen maken. Oeh, het voelt heel creamy aan. Wow, het voelt gewoon echt als een creamy oogschaduw. Maar dat is het niet. Het is wel echt een poeder. Oké, even swatch op mijn hand. Wauw, heel heftig dit. Kijk hoe mooi. Wauw, echt heel mooi. Eentje is meer roze en de andere is iets meer paars. Dit ziet er echt prachtig uit. Ik kan het nu niet aanbrengen, want hè. Maar dit ziet er wel echt heel mooi uit. We hebben echt veel make-up gehad. Dat gebeurt meestal niet. En dat was het. Nou is de box helemaal leeg. Oké, wat ik dan ook altijd doe aan het einde van de video is dat ik alle bedragen bij elkaar optel. En dan kunnen we zien hoeveel geld we hebben bespaard. De box was dus €25. Deze oogschaduw full size is €18. De kwast ook full size €20.
De 10-in-1 haarspray krijgen we 75 ml ter waarde van 20 euro. Peel mask full size 39 euro. En de mascara, de mini versie, kost 15 euro. Dan komen we uit op een bedrag van 112 euro. Dus als je al deze producten individueel had gekocht, had je 112 euro moeten betalen. Jullie hebben 25 euro betaald, dus 87 euro bespaard. Nou, dat is weer echt een hoop geld. Nou jongens, dit was het dan weer voor vandaag. Dit was de laatste decemberbox van 2021 van Goodiebox. Ik ben heel enthousiast over de box. Alle producten kan ik gewoon gebruiken. Dat gebeurt niet heel vaak. Er zit altijd wel iets bij waarvan ik denk, het is niks voor mij. Maar in deze box zat echt wel veel waarvan ik denk, ja, dat vind ik wel echt heel leuk. Ik hoop zoals altijd weer dat jullie hebben genoten van de video en het leuk vonden en er ook echt weer iets aan hebben gehad. Als je nou net zo enthousiast bent over Goodiebox als ik, je kunt dus beneden op het linkje klikken en abonneren en dan word je ook weer elke maand samen met mij verrast met zo'n box en dan kun je ook samen met mij unboxen. Ik ben ook heel benieuwd naar jullie mening. Let me know wat jullie vonden van de box. Nou, hoe vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken en mijn gezicht hierboven om te abonneren en dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!